iedereen. Onlangs kreeg ik de vraag van iemand hoe je een partiet was. Op zich is het eigenlijk geen rare vraag, want hoe onderhouden die vogeltjes zichzelf eigenlijk? Deze kleine jongen, die poetst zijn veren en zijn nek regelmatig, maar heel soms is dat ook niet genoeg. Dus je kan één keer in de week een badje geven. Maar deze hier, die houdt er al niet van. Dus er zijn nog twee opties. De plantenspruit. Zoals je ziet, Bruts is er heel bang van. Ik weet niet hoe dat komt, maar hij heeft dat er nooit niet mee gehad. Dus ik had voor hem optie 3. Ik heb hem altijd onder de kraan leren gaan. Onder een dun straaltje. Op kamertemperatuur. En nu gaat hij zelfs dat zelf vragen als hij wilt gaan douchen. Dan moet je echt niet veel doen. Onze Bruts komt dat zelfs zelf vragen als hij wilt douchen. Dan gaat hij bij de kraan zitten. En dan gaat hij daar zitten chirpen totdat je komt om hem te wassen. Ja, sorry, ik sta een beetje drukjes vandaag. Ik weet niet wat er is mee, maar het is overexciting. Maar ik heb dus een filmpje opgenomen waar hij zichzelf wast onder de kraan. En waarom ik dat niet doe, hem laten zitten in het middenstuk, omdat ik dat niet kan voelen hoe dat de temperatuur is. Want onze kraan die durft schommelen, nou, veel te warm en koud. Dus dan kan ik dat direct afzetten, moest het te heet of te koud worden. En vreemd genoeg vindt hem dat ook wel gezellig om in mijn hand zich te wassen. Zijn er nog vragen? Vergeet het dan vooral niet in de comments te zetten. Een likeje te geven als je de video leuk vond. En als je meer wilt zien, vergeet dan zeker niet te abonneren. En willen jullie nog dingen weten, moet je altijd vragen via de comments. Ik dacht aan de volgende video te doen over het tam maken van een vogel. Hebben jullie zelf ook nog tips? Mogen jullie dat ook altijd even in de comments zetten? Zodat ik dat ook kan gebruiken voor de video. Want zoals jullie weten, ik ben geen expert. Ik vertel gewoon mijn ervaringen. Dag!